Als Louis van Gaal dit doet, nou, dan krijgt hij er gigantisch van langs, want dan roepen we wat een imbeziel. Hebben wij gisteren de wereldkampioen aan het werk gezien, Valentijn? In mijn optiek wel, maar dat was mijn optiek van 3 weken geleden. Dus dat was voor het toernooi. En nou, we hebben ook Mbappé gezien en de gevaarlijke outsider natuurlijk. Het saaiste ploeg van dit WK, het Nederlands elftal. Ja. Nou goed, daarover zo meteen meer, maar eerst even Brazilië nog. Ja, Roy Keane ergerde zich nogal aan de dansjes, het gejuich, hoe dat dan ging. Ja, en Graham Souness zat naast hem en die vond het ook. En die zei van het is afwachten tot iemand, een van die Brazilianen, gewoon een doodschop geeft. Dat hij het toernooi niet meer kan vervolgen. Nou, als dat Neymar is, dan zou er wel goed nieuws zijn voor alle andere ploegen. Ja, met Neymar komt er zoveel voetbal in. Maar ik kan me Roy Keane wel voorstellen. En de afloop werd het meer verkondigd door die Brazilianen als, het was ook een ode aan Pelé en dit en dat. Maar ik denk, ja, dit hoef je ook niet te doen. En het is heel stoer als je met 4-0 voor staat om allerlei dansjes te doen. En ook de trainer deed mee. En ik zei gisteravond ook nog tijdens het eten toen we zaten te kijken. Als Louis van Gaal dit doet, nou, dan krijgt hij er gigantisch van langs. Want dan roepen we wat een imbeziel. Voor mij hoeft dat ook niet. Doe gewoon normaal, heb een beetje respect voor je tegenstander. En vier het gewoon. En laat de mensen op de tribune maar dansen. Ja. En Pelé. Ja, Pelé natuurlijk ernstig ziek. Hè? Ja. En berichten over en weer. dat geeft het natuurlijk wel een extra waarde. Het is de grootste legende van het voetbal. Ja. Nou ja, kijk, in Nederland was Cruijff de grootste legende. En daar was ook best wel veel weerstand tegen. Dat zou in Brazilië misschien ook wel zo zijn. Maar deze ploeg, die lijken te gaan doen voor Pelé. En dan zijn ze inderdaad wel een hele gevaarlijke kandidaat voor de titel. En ik kan me ook wel iets voorstellen. In Zuid-Amerika is het altijd Pelé tegen Maradona, Pelé tegen Messi. Ja, Messi is aan de ene kant bezig en Neymar is aan de andere kant bezig ook voor Pelé. Dus het leeft daar wel. Het voetbal leeft daar natuurlijk sowieso. Dat hebben we in 2014 meegemaakt. En heel veel Argentijnse fans gaan we ook naar op zoek. Hè? Ja. Nou, als jij geen Argentijnse fans weet te vinden tussen de 70.000 die hier zogenaamd zouden zijn. Ja, ik had 25.000. Ja, daarom. Maar er werd overal geroepen, er zitten 70.000 Argentijnen. Dat is natuurlijk grote bullshit. Er zitten ook 20.000 tot 25.000 Argentijnen. En de rest zijn allemaal migranten en Catarese die verkleed zijn in met een Argentijn shirtje. Nou, we gaan ermee aan de slag met deze statistiek. Je mag even een voorspelling doen. Ja, dat is natuurlijk de wedstrijd van vandaag. Spanje tegen, ben ik helemaal de kleur. Marokko Spanje misschien? Tegen Marokko, ja. Wat denk je? Ik denk dat die Spanjaarden een einde gaan maken aan het spookje van Marokko. Ja? Ja. Ik denk zat dat zondag in de krant? 3-1. Ja, nou, die Marokkanen zelf zijn vol goede moed. En ik kan me ook wel voorstellen, want ze hebben natuurlijk de pool gewonnen. En Ziyech is in topvorm. Dat heb je als je bijna niet speelt bij je club. Dan kan je hier uitblinken. En we hopen dat de Pai dat ook gaat doen. Maar ik denk dat het einde is. Ik vind Spanje wel een van de best voetballende ploegen. Dus, ja. En die gaan waarschijnlijk nu wel weer in hun sterkste formatie verschijnen. En dan zijn ze gewoon wel echt wel een maatje te groot voor Marokko. Ondanks al die Marokkanen op de tribune. Hey, wanneer krijgen wij nog een vrije dag? Of, want Nederland zelf kon daar gisteren van genieten. Oh ja, jij was gisteren natuurlijk Zwarte Piet. Hebben gisteren Zwarte Piet gespeeld. Ja, Veegpiet hè. Veegpiet? Ja, nee. Oh, ja. Met, We willen alle kijkers blijven. Ja, oké. Voor jullie zit er geen vrije dag in. Zoals er ook voor mij geen vrije dag in zit. Nee. Want vandaag zitten we dadelijk bij Louis van Gaal. En ik zit dan bij Andries Noppert en Mike Verwij, collega. Die zit bij, nou moet ik goed nadenken. Bij Gakpo. Juist. Oh, dat zijn wel Gakpo. De twee smaakmakers van dit toernooi. Ja. We hadden het er nog even aan tafel over. Daar kiezen we altijd voor, smaakmakers. Noppert verdient ongeveer, denk jij? Nou, ik denk als hij 2 ton verdient, dat hij heel blij is. Ja. Ik weet niet of hij de slechts betaalde speler van het Nederlands elftal is. Denk ik haast wel, ja. Ja, zou er dan om gegniffeld worden ook, denk je? Nou ja, jij droeg het volgens mij gelijk aan. Jij zei toch dat hij de premie bij het Nederlands elftal voor het bereiken dadelijk van de kwartfinales, of van de kwartfinales, al meer is dan wat hij in een jaar opstrijkt in Heerenveen. Naar Gakpo, daar gaan we het nog wel over hebben. Dat is natuurlijk een beetje. Die verdient wel meer hoor. Die verdient wel meer. Gisteren was dus die vrije dag. Ja, ja. Ze zaten op een boot. Ja, bootje varen. Nou ja, dan krijg je allerlei woordspelingen natuurlijk. Hè. En oefenen voor 19 december. Een vaartje door de grachten. Ja, maar de grachten. En in jacht op wereldtitel. Dat soort dingetjes. En dan zie je de Pai en AK zie je
op de boeg zitten van een boot van, wat was het, 20 miljoen of 30 miljoen? Ja, 30 miljoen, ja. Ja, dus ja, er zijn slechtere plaatsen te bedenken om hier te begeven in Doha. Ja. En ik hoop dat ze een beetje de zinnen hebben kunnen verzetten. Wat ik wel opvallend vind is dat alles en iedereen erbij was. En ik weet niet of dat nou geanceneerd is of bevolen of niet. Want ja, in een vrije dag mag je in principe doen wat je zelf wil. Ja, wij zouden ook niet met z'n allen op een boot gaan zitten. Zitten. Nee, daar hoeven we niet bang voor te zijn. Wil je Portugal-Zwitserland nog even doen als bonus? Portugal-Zwitserland? Nou, ik hoop op die Portugezen en daar ga ik voor 2-0. Oké, dankjewel. Graag gedaan.